Het benefietconcert met de Hengeloze Shadows, Double Two en de Quinzangers voor de Voedselbank Midden-Twente trok zoveel belangstellenden dat het verplaatst moest worden naar de grote zaal in het Rabotheater. Het concert dat door de artiesten met de titel Nobbers voor Nobbers werd gegeven had als doel geld en voedsel te genereren. De Hengeloze band The Shadows, een revival band van Cliff Richard and The Shadows, verzorgde muziek uit de jaren 60. De formatie werd geprezen om hun perfecte live sound met zo nu en dan een muzikaal uitstapje naar verwante tijdsartiesten zoals Roy Orbison en Buddy Holly. Double Two, de sprankelende formatie bestaande uit 4 vrouwen en al jaren begrip in muzikaal Twente, vertolkte als de Andrew Sisters muziek uit de jaren 60 en moderne pop. Liefhebbers van zeemansliederen over heimwee en vergaande liefdes konden hun hart ophalen met het repertoire van de Duitse zanger Freddie Quinn, gezongen door de Quinn-zangers uit Borne. Het concert was een groot succes en leverde 23 kratten voedsel en 3500 euro op. Aan het eind verzorgden alle artiesten, tot groot genoegen van het publiek, nog een gezamenlijk optreden.